Volgens mij ben jij daar, Ron. Ja. Top, dan ben jij vandaag lid van het Bouwen Power Team. Yes. Top. Zo, daarom. Waarom ben jij nou een echte bouwer? Ik klus vaak met mijn opa. Oh, echt waar? Ja. En wat ga je dan klussen? Alles. Echt alles? Ja. Shitje. Hé, wat heb je eigenlijk meegenomen? Een hamer. En wat doe je er allemaal mee? Timmeren. Timmeren? Klusjes? Ja. Als je een keer zelf iets zou mogen bepalen om te bouwen, wat zou je dan heel graag willen bouwen? Een huis, een boot en een dierentuin. Een dierentuin? Ja. Waarom een dierentuin? Omdat er daar dieren in leven en dat vind ik mooi. Kijk, zo het alarm. Oh, een noodoproep. Ze hebben onze hulp nodig. Kom, instappen. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. Ja, ik ook. Daar gaan we. Soy en Dairon, Irma hier, help! Er is net een noodoproep binnengekomen uit een vogel- en dierenpark in Alphen aan de Rijn. Ze zijn daar een nieuw dierenverblijf aan het bouwen. Maar er gaat daar iets goed mis. Ja, ik kon het niet helemaal goed verstaan, want er zaten allemaal vogels doorheen te kwetten. Maar ja, even serieus. Of jullie even op zoek kunnen gaan naar Arend, want die belde namelijk. Kunnen jullie zo snel mogelijk die kant op gaan, alsjeblieft, dankjewel. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Irma, we komen eraan. Bouwen, Power! Ga erop af. Daarom, waar zijn we? In de dierentuin. Precies, in de dierentuin. Als je goed luistert. Hoor je ook dieren? Ja, precies. En wat hoor je dan allemaal? Vogels. Vogels? Hier moeten we dus een klusje klaren. Maar je kan wel zien dat het dierenverblijf nog niet helemaal af is, hè? Ik ben wel heel benieuwd wat ze hier gaan bouwen. Ja, ik ook. Misschien wel een heel groot dierenverblijf. Ja. Toch? Oké, wie moesten we dan Irma ook weer zoeken? Arend. Arend, precies. Arend. Misschien is dat Arend. Oh, dat. Goed idee, kom. Hallo, meneer. Nou, hoort ons niet. Meneer. Meneer. Hallo. Oh, ja, hij zet hem uit. Hallo. Hoi. Hoi. Wij zijn van Power Power Team. Wij zoeken naar Arend. Ik ben Mees. Oh, dus jij bent geen Arend? Ik ben geen Arend. Je bent een Mees? Ja, ik ben Mees. Oh, oké, maar wij zijn van het Bouwpower Team en we hebben een noodoproep binnengekregen dat iemand hier onze hulp hard nodig heeft. Ik ben hier bezig met het bouwen van een gierenvolière. En alles is hier onder controle. De bouw gaat hier super. Waar zijn ze nog meer aan het bouwen? Ergens daar verderop zijn ze bezig met de bouw van een stokstaartenverblijf. Stokstaartenverblijf. Oké, nou dan gaan we op zoek naar Arend, toch? Oké, die kant op. Die kant op. Oké, kom. Wel door het hele dierenpark heen, hè? Ja. Moet je kijken. Kijk, die pinguïn daar. Ja, moet je kijken. Hé, wat vind je leuk aan pinguïns? Ze kunnen zwemmen. Dat ze kunnen zwemmen, ja. Kijk, die daar, die liggen lekker te badderen daar, hè? Ja. Hé, daarom, wat is er nou zo gek aan pinguïns? Dat ze ook kunnen zwaaien. Ja, kijk, die daar zwaait ook. Kijk, zwaai eens terug. Heel goed, heel goed. Sorry, we moeten geen pinguïn zoeken, we moeten Arend zoeken. Ja, dat is waar ook, ja. Oké, kom! Oh, misschien is het daar, sorry. Misschien is het daar, ja. Weer Arend. Arend, ja, dat ben ik. Bent u Arend? Jazeker. Zijn jullie dan van het Bouwen Power Team? Ja, Bouwen Power Team staat voor ons klaar. Wat kunnen we precies doen? Nou, we staan hier bij het binnenverblijf van de stokstaartjes. En door de weerspiegeling zie je alleen jezelf. Dat willen we natuurlijk niet. We willen de stokstaartjes zien. Dus dat dak, dat moet af. Ja, dat is wel niet heel handig, nee. Hij kan volgende week pas open. Nee, volgende week niet. Dat is veel te laat. Nee, ja, wanneer wil je eigenlijk open, inderdaad? Nou, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk? Liefst morgen al.
Dus het heeft wel haast. Wat kunnen we nu voor jou doen? Nou, er zijn vandaag dus rieten matten geleverd in het park. Die moeten het dak op. Maar ze zijn ergens in het park geleverd. Maar ik weet niet waar. Zouden jullie die voor mij kunnen zoeken? En hierheen kunnen brengen? En jij hebt daar geen tijd voor? Ik heb er absoluut geen tijd voor. Oké, Duino, wat gaan we doen? Pauw gaat het fixen. Precies. High five. We gaan het fixen. Komt goed. We komen straks terug. Kom. Oké. Op zoek naar rietmatten. Misschien is hier wel binnen, Zoi. Ja? Oké, even kijken. Oh, wat fijn. Jullie zijn de nieuwe verzorgers, toch? Hier, pak voogdvoer, dan kan ik weer verder. Zoi, je bent nog geen verzorger. Ik ben helemaal geen verzorger, jongens. Tyron? Tyron? Ja? We waren toch op zoek naar rietmatten, of niet? Ik heb ze. Ja. Zullen we gaan? Tyron, waar ben je? Daar. En nu sta ik hier. Ik ga weg. Ja, ik zet het hier, jongens. Alsjeblieft. Is hij op mijn schouder weg? Oh, die zal de hele tijd weg. Oké. Tyron, waar ben je? Tyron, waar ben je? Tyron! Waar blijft hij nou? Waar was je nou? Waar was je nou? Daarom, we moeten nu die rietmanden gaan zoeken. Oh. Ja. Ja. Oh. Oké. Hier even kijken. Misschien daar. Hallo, goeiedag. Misschien moet je echt in de buurt zijn. Sorry, dat zijn rietmatten. Dit zijn rietmatten. Dit is wat we zoeken. Maar hoe moeten we die gaan pakken? Ja, ik weet ook niet waar ze zijn. Oké, misschien die kant op. Kom. Alleen toegankelijk voor personeel. Sorry, je mag daar niet naar binnen. Ik ben toch verzorger? Sorry, de rietmatten. De rietmatten! Dit zijn ze! Is het riet? Is het riet? Is het riet? Is het riet? Ja. Ja, weet je het echt heel zeker dat het riet is? Ja. Even luisteren hoor. Even kijken. Zijn het rietmatten? Ja. Oké, mooi zo. We moeten dit riet naar de andere kant van het dierenpark brengen. Hoe gaan we dat doen? Meenemen. Meenemen, ja precies, meenemen. Oké, gaan we lekker rustig meenemen. Is ik ook een paar meenemen, Zoi? Ja, jij mag ook een paar meenemen. Maar hoe krijgen we dit allemaal mee? Moeten we wel acht keer lopen? Oh, ja, oké. Ja, gaat het goed? Ja. Mooi zo. Nou, loop maar. Kom. Ja, kom. Kom maar, stap maar in. Klaar voor? Ja. Hey, slim idee van mij, hè? Ja. En we hoeven niet meer te lopen. Nee, ook lekker, hè? Want dat sjouwen, weet je hoe lang dat had moeten duren? Heel lang. Heel lang, hè? Deze auto is echt lekker. Vind je het lekker? Ja. Ik hoef lekker niet te sturen. Nee, je hoeft helemaal niks te doen. Nee. Ik doe het werk alweer. Ik hoop dat het niet de brug helemaal gaat breken. Oh. We hebben ze gevonden! Hebben jullie ze gevonden? Ja! Wauwe Power heeft het gefixt! Ja. High five! Fantastisch! We hebben het gefixt! Wat kunnen we doen? Ik heb hier eerst nog twee latjes, die kunnen jullie op maat zagen. Als jullie die op 35 centimeter willen zagen. Oké, nou super! Hier, alsjeblieft, 35 centimeter. Mag je meten? Hier, hè? Ja, fix hier het. Fix het maar.
Ze zijn af. Oké. Alsjeblieft. Zo. Heb je duim geslagen? Zullen we dat klusje even doen? Sorry, ga je dan echt naar boven? Oké. Ik ga dit fixen. Laat dit maar aan mij over. Pas op, Zooi. Zo, opgelost. Gefixt. Nou, laat het riet maar komen. Oké, hoe krijgen we het allemaal naar boven, Zooi? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Gewoon met de trap dan, denk ik, toch? Nee, misschien met dat. Met dat ding? Ja. Dat is briljant! Dat is briljant! Kom maar! Ietsje naar rechts. En stop. Yo, leg alles maar erop! Ja, naar boven! Even wachten! Ik sta op dat ding. Ja, ik doe niks. Lekker bezig. Goed. Oké, daar komt ie. Heel perfect. Kijk, dit gaat helemaal top, dit. Alright, Daron. Gefixt. Lekker, man. Top, bouwbouw team. Zonder jullie was het nooit gelukt. Bedankt. Nou, jullie kunnen nu rustig afmaken, toch? Wij gaan het nu rustig afmaken, ja. Hé, hoor je dat? Zonder onze hulp was het nooit gelukt. Het is echt een superleuke dag vandaag. Ja, hè? Dus gaan we nog even vogels kijken? Ja.